Op 26 mei dan zijn het verkiezingen. Alweer geen fijne dag. Dit is het probleem aan het Brusselse Noordstation. Het is hier gezellig. Macron, coûte moi bien enculé. Het is werkelijk een hel. De rechtvaardige rechters gelokaliseerd. Dat het ons niet boeit. Volgende zondag moeten we gaan stemmen, kinderen. Daarom ben ik eindelijk hier met kiesadvies speciaal voor u. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar. En tegen het einde van deze video ga ik niet meer willen stemmen. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Een show met evenveel feiten als vertraging. We zitten in de maand mei, een maand genoemd naar u. En traditiegetrouw beginnen we deze maand met... 1 mei. Maar het zou pas nieuws zijn moesten we met iets anders beginnen. Mopjes terzijde, 1 mei is de dag van de arbeid, of zoals de VRT het noemt... Feestdag van de socialisten. De arbeidsdag is een feestdag. Lijkt u dat juist? Enfin, dat is niet echt het punt. Maar het is wel opmerkelijk dat deze dag gevierd wordt met toespraken en betogingen die veelal in geweld uitmonden. Bij ons verliep dat rustig. Ja, Annelies, maar dit is het begin van de preek. En we beginnen altijd met internationaal nieuws. Dus hoe was het in Frankrijk? Daar zijn er voortdurend heftige confrontaties tussen betogers en politie. En dat verbaast mij niets. Zelfs voor de gele hesjes er waren, was dit al een traditie bij de Fransen. En denk nu niet te snel dat het aan die bovenvermelde gilets jaunes ligt. Ook anarchisten die alleen uit zijn op vernielingen en geweld. Deze vermeende anarchisten protesteren al een aantal weken mee met de gilets jaunes. Alles vernielen, ook persoonlijke eigendommen, is helaas één van hun tactieken. Weet jij al over welke groep we het hier hebben? De zogenaamde Black Blocs. Maar wij kennen ze als de radicaal linkse Antifa. Een groep onbeschofte communisten die zich verstoppen achter zwarte kledij en gezichtsmaskers. Zoals wel vaker het geval is, verpest de Antifa de sfeer maximaal. De politie heeft traangas ingezet en onschuldige mensen werden het slachtoffer. Heel opmerkelijk vind ik de metonymische benaming die de VRT gebruikt. De zogenaamde Black Bloc. Die Black Blocs. Zogenoemde Black Blocs. Black Bloc is één van de tactieken, maar deze groep heet nog steeds Antifa. De FAS staat voor fascisme. Ze staan lijnrecht tegenover extreem rechts, want ze zijn extreem links. Gezien de VRT toch een beetje links leunt, gaan ze niet tegen hun eigen kerk preken. Maar dit is mijn kerk en dit is mijn preek. Dus ik toon u wel het gezicht van radicaal links. Want het bleef jammer genoeg niet beperkt tot kakatofs en petaartjes op die bewuste 1 mei. Zou de manifestanten een reanimatieafdeling van een ziekenhuis binnengedrongen zijn om er medische apparatuur te vernielen? Er is krapul op vrije voeten dat ziekenhuizen vernielt. Dat Tim Verheyde daar eens een pano over maakt. En dan nu slecht nieuws voor de liefhebbers van kunst en complot. Het verdwenen paneel van het Lam Gods is nog altijd niet terecht. Voor zij die het niet meer weten, de laatste keer had Gino Marshall een tip ontsluierd die hem wees naar de Kalandenberg. Vervolgens heeft de UGent een grondradar gestuurd. Er bleek niets te liggen, maar het mopje ging toch verder. Op oude plannen van de stad vond Marshall een onderaardse gang. En dit was genoeg info om het plein open te breken. Trouwe kijkers weten waar het schilderij zich bevindt. Dus het zal u niet verbazen dat ze niets gevonden hebben. Allee, niet niets, ze hebben iets gevonden. Een metalen muurladder die ingemetseld is in de muur. En wel, Termond, ik hoop dat het een schone ladder was, want anders was het toch immense tijdsverspilling. Nu weten we tenminste, het is niet zo wel goed, ja, die piste moeten we niet meer volgen. Mannekes, ligt niet hier, op naar de volgende 500 miljoen vierkante kilometer. Dat was er nog nieuws over het Brusselse Noordstation. De chauffeurs van de Vlaamse vervoersmaatschappij weigeren daar nog te stoppen. Sinds 2015 is het van kwaad naar erger gegaan met die bewust de bushalte. Migranten die weigeren asiel aan te vragen, hebben er een beddeke gemaakt en ze hebben er jammer genoeg ook een ander kamerke van gemaakt. Het stinkt hier zo erg naar pis dat we moesten kokhalzen. Pis en kak is lang niet het ergste waar de chauffeurs over klagen. Agressies, zware vechtpartijen, diefstallen op hun voertuigen. En als kerst op de stroomtaart kregen we vorige week dit te horen. De druppel was deze week de geruchten dat er ziektes als schurft en TBC zouden zijn ook. Wij hadden een hele show voorbereid met feiten en
cijfers over TBC, maar we waren vergeten dat de verkiezingen eraan komen. Dus het probleem is tijdelijk opgelost. Sinds vanochtend ziet u daar geen migranten en vluchtelingen meer. Ik zou graag doorgaan naar het volgende onderwerp, maar een dakloze migrant stond erop om hier toch iets over te zeggen. Ik wil met veel plezier mijn Vespasiaans gedichtje voordragen tot nut van het algemeen. De voormalige Brusselse terminus van de lijn verwerd nu tot een inclusief hoofdstedelijk piscijn, waar de derde wereld ons multicultureel kwam verrijken door in alle hoeken van het Noordstation te zeiken. Waar de illegaal doelloos op zijn hielen zit, gehurkt tussen zijn diverse lijfstappen en stinkende shit. Of zijn luie leden wentelt op matrassen op de grond, tussen schurftig afval, kots en stront. Het is zoals Donald Trump het ziet: Brussels is a hellhole. Indeed. Ik dank u. En wij danken u voor deze culturele verrijking. En dan gaan we eindelijk over naar de infantilisering van de maatschappij. En dat doen we met... de grote Karrewiet verkiezingsshow! Ketnet, ook wel bekend als de eerste symptomen van politieke correctheid, zond een verkiezingsshow uit met 6 van de 7 Vlaamse partijvoorzitters. En dat is raar, want... je moet er minstens 18 jaar voor zijn. Dat wil zeggen dat de Karrewieters hier in onze studio niet mogen gaan stemmen. De 6 aanwezige voorzitters waren Tom van Grieken, Wouter Beke, Gwendoline Rutte, Bart de Wever, John Crombé en dan nog iemand met een naam die zo moeilijk is dat ze hem zelf niet kan uitspreken. Moeilijke naam, meermaal met Van Groen. De hele show zat tot de nok gevuld met pittige vragen zoals deze. Kan je het beroep van politicus in één zin samenvatten? En even pittige antwoorden zoals dit. Je moet afspreken hoe lang je televisie mag kijken of PlayStation mag spelen. De kinderen zelf kwamen ook met goede vragen. Wat is de langste vergadering waar jullie ooit al hebben ingezeten? En de chieven kwamen met slechte antwoorden. Bij mij is de langste onderhandeling 541 dagen. Ja, ja, Wouter Beke. Maar hij vroeg niet naar de langste onderhandeling. Hij vroeg naar de langste vergadering. En zelfs de almachtige Almatch heeft dit opgemerkt. Maar, af en toe mocht je slapen, hè? Af en toe mocht je slapen, Wouter. Feit wist de voorzitter van Vlaams Belang dit te zeggen. Ik kan echt niet goed tegen mijn verlies. En je zou denken dat ze het na 30 jaar cordeaux sanitair wel gewoon zijn. Het hele grapje begon met de voorzitters die hun favoriete emoticon uit een vijver mochten vissen. Bij Bart de Wever was dat... een veetje. Van Vlaanderen. Maar wat zou het dan bij Tom van Grieken zijn? Een leeuw. Is dat omdat jij een dier bent. Ik zou niet weten waarom hij anders een leeuw pakt. Voor de tjeven had presentator Jelle nog deze steek onder water. Een klavertje vier. Heb jij misschien een beetje geluk nodig op 26 mei? En de supersos John Crombé pakte zijn eigen brandje mee, zonder het oké van het consort Unicode. Kunt u nog nooit hebben gezien, maar die mag er voor mij wel komen. Twee lachende gezichten die elkaar de hand schudden. Wij hebben het even opgezocht. Blijkt dat er al een handshake emoji is. Het is nummer 178. Verder stelden de kinderen heel intieme vragen, zoals deze. Had je vroeger succes bij de meisjes, of misschien jongens? Ja, Tommy, ik wil het ook wel eens weten. Had je vroeger succes bij de jongens? Ik sloeg nogal dik tegen, eigenlijk. Vervolgens leerden we dat tjeven over het algemeen brave strevers zijn. Wat is de ergste manier waarop dat je gestraft bent? Ik ben alles naar huis gestuurd. Dan was er nog mevrouw Rutte, die duidelijk niet kan lezen. Weet je? Ik ben Frits. Ik ben Gwendoline. Ze dragen daar allemaal een naamkaartje. Maar ik geef toe, ze had haar bril niet op. De beste vraag was aan de kant gelegd voor meneer De Wever. Hoeveel verdient u per maand? Politesse-generaal dicteert dat je zo'n vragen niet stelt. Bart werd dus begrijpelijk ongemakkelijk. Dus we gaan eens timen hoe lang zijn antwoord duurt. Ik verdien 1,5 keer wat een parlementslid verdient. Dus dat is iets van hoeveel zou dat zijn? Wacht, hè. Ik denk dat dat iets is van een 7500 euro. Dat is wel veel geld. Maar onze bronnen beweren dat het minstens dubbel is. Verder had de VRT nog kindjes ingeschakeld om emotionele vragen te stellen. Er is een kindje van mijn klas en die kan geen feestje geven omdat de ouders te weinig geld hebben. Wat kunnen jullie daaraan doen? Emotionele vragen eisen debiele antwoorden. Als je mensen wil helpen die thuis niet zoveel centen hebben, dan kan je ze centen geven. De vragen gingen van kwaad naar erger. Eerst een oplossing.
oplossing bedenken voor de vluchtelingen of eerst een oplossing bedenken voor het klimaat? En Wouter Beke antwoordde zoals enkel een chef dat kan. Dat is eigenlijk een vals dilemma. Denkt jij nu echt dat een kind van 9 jaar het woord dilemma begrijpt? Dat is Grieks. Probeer het nog eens, Wouter. Dat is een vals dilemma, omdat er in Afrika wel wat mensen zijn. Rond de pot draaien is typisch voor uw partij. Maar de vraag was wel, kiest je eerst voor de vluchtelingen of kiest je eerst voor het klimaat? We moeten beide problemen oplossen. Maar het is natuurlijk wel een keuze. Ja, en toch zullen we beide problemen moeten oplossen. Spreken, maar toch niet antwoorden, dat is een cheve talent. De laatste vraag was een Oscar-nominatie waard. In de straat van mijn school is er al langs geschoten. Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat ik weer veilig kan wandelen in de buurt? Moest dit waar zijn, dan zou het in het nieuws gekomen zijn. Dat een kind fantaseert, dat vind ik niet wereldschokkend. Net zo min als de Ketnet-presentator die verder op de emotie inspeelt. Wow, Johanna, geschoten in de straat van jouw school. Alles oké? Ja, ik ben er wel wat van geschrokken. Maar een politieke zou door dit fabeltje heen moeten zien. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat je geschrokken bent, hè? Gwendoline zat op het juiste spoor, maar ze ging er helaas niet mee door. Luister maar goed. Dat kan eigenlijk niet dat er in onze straten geschoten wordt. Dat kan niet, want het is niet gebeurd. Dan was er nog Wouter Beke zijn antwoord. Dat was niet van toepassing. Een veilige omgeving, dat is een omgeving waar je zelf kan zijn. En waar je niet op u geschoten wordt. Meer politie op straat, ga je dan veiliger voelen? Ja, ik denk het wel. Paradoxaal genoeg gaat je niet veiliger voelen met meer politie op straat. Je gaat je de hele tijd afvragen waarom er zoveel politie op straat is. De volledige aflevering van Karrewiet duurde 60 minuten. Een deel daarvan was ook een politiek weinig relevante quiz waar team Wouter Beke het opnam tegen team Gwendoline Rutte. En dat zag er min of meer zo uit. Alles eindigde met een obscene dansje. Dat gaat verrassend zijn. Ja, heel enthousiast, maar dat had ik niet verwacht. De winnaar van de quiz was overduidelijk team Gwendoline. Die hebben dat duidelijk nog gedaan, hè, Marianne? Nee. Maar laten we eerlijk zijn. Ze hebben zich alle zes belachelijk gemaakt. Hier zijn geen winnaars. Of toch wel? Oplettende kijkers herinneren zich nog dat ik dat pas zei dat er 6 van de 7 partijvoorzitters aanwezig waren. Er was ook nog Peter Mertens van de PvdA, maar die heeft jammer genoeg zijn voet gebroken en hij raakt niet meer over de kiesdrempel. Als postscriptum wil ik vermelden dat Ketnet lang niet het slechtste verkiezingsprogramma heeft uitgebracht. Die eer gaat naar de goed gesubsidieerde collega's van Wat met een enorm saai programma gepresenteerd door Anouna met een baard. Welkom bij de stem van de jeugd. En de stem van de jeugd is een stem om bij in slaap te vallen. Daarom bespreken we het ook niet verder. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Fascisten en antifascisten zijn even erg. 2. Het busstation van Brussel-Noord is tot en met zondag terug beschikbaar. 3. Kies voor wie je wilt. Het zijn toch allemaal kleinkinderen. Hartelijk dank om alweer te kijken naar deze scheidshow. Stem zondag op ons door luidkeels te schreeuwen in het stemlokaal. Ik zie u graag een volgende keer terug. En ik laat u nog met niets, want dat is wat ik voel sinds het Wat-Wat-Snak-debat. Vinden jullie ook dat de fietshelm verplicht moet worden? Kinderen om aan school te fietsen eigenlijk wel, hè. Enthousiasme en goesting. Neem je dan een voorbeeld aan Kuifje? Op tv bent u wel een beetje streng, bent u ook zo in het echt? Ja, absoluut. Nog veel strenger.